CHEP is wereldwijd marktleider op het gebied van pallet- en containerpooling services. Met het verhuren van de blauwe pallets spelen zij in op de behoeften van grote industrieën. Een van die 1100 vestigingen ligt in Bornem, België. Mijn naam is Carlo van Hooy, ik ben plantmanager van CHEP Bornem. Via een netwerk van 1100 servicecenters stelt CHEP een pool van meer dan 300 miljoen goederendragers ter beschikking. Dagelijks komen er pallets binnen op de lopende band waar zij worden gecontroleerd op beschadigingen en zo nodig gerepareerd. Bij deze reparatiewerkzaamheden, maar ook bij de valmomenten van de pallets, ontstaat veel stofvorming. Dit probleem wil CHEP oplossen. De prioriteit bij CHEP gaat uit naar de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers. Op basis van regelmatige metingen stellen we vast dat er een hoge concentratie aan stof zich bevindt in de werksfeer van de medewerker. Stof heeft impact op de medewerkers, productkwaliteit en reinigingskosten. De eerste maatregelen hebben een stofreductie van ruim 30% opgeleverd. Het vooropgestelde doel was hiermee nog niet bereikt. Vandaar dat we onze toevlucht genomen hebben tot de industriële stoffilterinstallatie van Euromate. Euromate plaatste bij CHEP 7 industriële luchtreinigers met elektrostatisch filter en zakkenfilter. Het resultaat na het plaatsen was een totale stofreductie van maar liefst 55%. Op jaarbasis maken deze luchtreinigers het mogelijk meer dan 200 kilo fijnstof uit de lucht te filteren. Naast de belangrijkste return in zaken welzijn en gezondheid voor onze medewerkers, zien we ook bijkomende voordelen. We zien dat de reinigingskosten gereduceerd worden en dat er ook een aangename return is op vlak van productkwaliteit.